Hey, mijn naam is Olaf van Free Photoshop Lessons, wil ik zeggen. Oh, dat is erg. Dat is nog mijn oude kanaal. Gratis leren photoshoppen. En wat ik jullie vandaag ga leren is heel erg, iets heel erg leuks. En dat is het volgende. Het eerste wat ik ga doen is jullie laten zien hoe je dus een persoon kan uitknippen. En dan komt hij uiteindelijk zo eruit te zien. En dan gaan we de persoon ergens in plaatsen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van, je maakt ergens een foto van je dochtertje of wat dan ook. En die knip je dan heel netjes uit en die plaats je dan in Walt Disney. Of in Parijs, je vriendin, hè, dat je samen met je vriendin een mooie foto maakt. Want ja, als je een foto maakt kun je hem namelijk ook op een bepaalde seconde zetten. Dan gaat hij een bepaalde seconde tellen, 10 seconden bijvoorbeeld. En dan zet hij automatisch klik. En dan sta je samen erop. Hè. Dat is natuurlijk ook leuk. En dan kun je dus die foto kun je dan uitknippen. En dan heel romantisch onder de Eiffeltoren in Parijs zetten. Of aan het strand in Hawaii, noem het maar op. En dan ben je eigenlijk in heel snel tijd op vakantie geweest. Maar daar zit natuurlijk wel een bepaalde techniek in. Wat je wel moet weten. Want die foto moet natuurlijk wel exact, hoe zeg je dat, overkomen met de achtergrond. Als zegt iedereen, ah, dat is gefotoshopt. En dat is namelijk de truc van de zaak om dat zo goed mogelijk te leren. Nou, ik ga het jullie vertellen. Zoals ik jullie heb aangegeven, kon je dat op twee manieren doen. Je kon kiezen voor de quick selectie tool. En dan kon je gaan selecteren met shift inhouden. Hier, net zoals dit. Maar je kan het dus ook doen met deze. En de pen tool. En de pen tool is heel fijn omdat je daar met puntjes werkt. En ik vind het wel fijn om dat te doen. Dat je zo met puntjes, zo stap voor stap, zo kan doen. Nou, en op het moment dat je helemaal rond bent en je komt hier weer uit, dan is de laatste stap die je gemaakt hebt, is deze weer. Ja, ik heb nu even zo gedaan, maar dan heb je natuurlijk alles geselecteerd, puntje voor puntje. En met Alt kun je in- en uitzoomen, dus dan weet je ook zeker dat je goed die lijntjes pakt. Ja? En dan als je dat gedaan hebt en alles is geselecteerd, pak je rechter muisknop en dan kies je voor Make Selection. En dan maakt hij een selectie. Nou, als je dat gedaan hebt, dan heb je dus, zoals ik hier heb, mijn netjes uitgeknipt. Nu ga ik jullie in een heel leuk trucje leren, wat heel veel mensen niet weten. Je gaat namelijk naar Google. Zo, gaan we even naar Google. Even eentje openen zo. En hierin voer je het volgende in. Background. Dus background image. En dan duw je op enter. En dan heb je hier tools. En dan kun je, oh sorry, ga je eerst naar afbeeldingen, maak een fout. Dan ga je naar tools en dan kies je hier voor groter dan 4MP 2272 keer 1704. En dan krijg je dus allemaal plaatjes te zien van hoge kwaliteit, hoge resolutie. Nou, dan ga ik een plaatje zoeken die ik leuk vind om te gaan gebruiken. Deze is wel heel leuk. En dan zie je onder wat het formaat is. Nou, 2560 bij 1600. Nou, afbeelding kopiëren. Terug naar Photoshop. Ctrl-N. Enter. Ctrl-V. Dus Ctrl-N is dus een nieuwe pagina maken. Enter. Dan gaat hij open. Dan wordt een wit scherm. En Ctrl-V is plakken. En dan plak je hem, zeg maar, in het scherm. Nou, als ik mezelf nu hier ingezet heb, dan doe ik de selectie pakken. Dan doe ik, dat is deze hier, de bovenste. Dan doe ik dat selecteren, dus ik hou mijn linker muisknop in en ik glij hem zo naar beneden toe. Ja, dan doe ik Ctrl-C, ga naar het plaatje toe en ik zeg Ctrl-V. Nou, ik kan bepalen of ik hem heel groot wil, zoals ik hem hier ook heb. Ik kan ook bepalen dat ik hem klein wil en dat ik eigenlijk gewoon mezelf erin heb wil staan. Wil zetten, maar dat ik volledig te zien ben, hè, zoals dit. Maar om je een beetje zo neer te zetten dat je echt lijkt of je op de weg staat, doe ik vaak dit soort dingen. Dit. Waarom? Dan lijkt het gewoon echt alsof je op de weg staat. Want het komt namelijk heel vreemd over als je dit doet. Dan
klopt hier iets niet. Je staat er niet goed voor. Kijk, en als je dan dit doet, dan kan het wel. 4 millivoet. Dat zou nog kunnen. Zo. Maar zelf denk ik dat we het zo doen. En dan ga je kijken of het geheel klopt met de foto. En of jij niet te lang bent tegenover de rest. En ik denk wel dat het zo kan. Ja. Nou, wat je hier nou dus goed moet doen, waar je echt op moet letten, is 2 dingen. Je moet zorgen dat de foto ongeveer in hetzelfde contrast is als de achtergrond. Maar ook de kleuren moeten hetzelfde zijn als de achtergrond. Dus, als ik dus nu mijn bovenste layer, de bovenste laag, control inhoud en ik klik daarop, zie je dus dat ik weer geselecteerd word. Dan ga ik naar adjustment, pak ik het zonnetje, bright dus een contrast, en dan ga ik de contrast erbij doen. Kijk, en door de contrast erbij te doen, begint het eigenlijk al een beetje te lijken alsof ik in die foto word. Zie je dat? Kijk. Nou, dat vind ik al een stuk beter. Maar we zijn er nog niet. Ik ga terug naar die laag. Ik doe weer control. Ik klik er weer op. Ik ga die weer selecteren. En dan ga ik naar adjustment. En dan pak ik die weegschaal. Want ik wil namelijk een beetje rood erin hebben. Kijk. Nu lijkt het alsof ik gewoon in die foto word. De kleur van mezelf is een beetje rood. Dat komt door die gloed namelijk. En dat maakt net. Nou heb ik hem wel een beetje te. Zo. Zo is goed. Kijk. En dan zie je gewoon dat ik, ja, dat het gewoon één geel is. Wat je ook nog zou kunnen doen. En dat is ook wel heel belangrijk. Je gaat hem eerst even samenkoppelen. Dus je pakt de bovenste en je klikt dan deze aan met shift inhouden. En dan zie je dat ze alle drie, zeg maar, geselecteerd worden. Rechter muisknop, dan merge je layers, dus alles toevoegen als één layer. Dan doe je control en je klikt dus op dit finishen. En dan ga je daarna naar bovenaan filter, sharper. Zo. Dus ik heb nou de foto ook nog wat scherper gemaakt. Kijk, en dan lijkt het net alsof ik erin sta. Nou, dan zou je nog met schaduw kunnen werken. Dat heb je hier onderin bij FX. Die aanklikken kun je drop shadow pakken. Maar zo kan dat niet, hè? Want dat is onmogelijk, dat lukt niet. Wat je wel zou kunnen doen, is dat je zegt van, ik leg hem zo neer. Even kijken. Kijk, en 3D schaduw. Oh, ik vergeet op oké te klikken. Doen we hem nog een keertje. Zo gedaan. Zo, we gaan weer terug. Zo. En hier kun je dus bepalen hoe de contrast moet zijn. Nou, ik wil, kijk, als je kan hem echt zo op de. Wel zeg maar schaduw erin, maar een beetje met de grind van de achtergrond, hè, van de weg zelf. Ik doe ongeveer dit. En met deze kan je weer teruggaan naar de plek waar je het toe wilt. Maar ik pak hem en ik sleep hem. Dan vind ik zelf iets makkelijker werken. Deze, die kan de scherpte. Nou, je moet hem nooit scherp doen. En dan heb je die grote. En die maakt het, zeg maar, het allemaal een beetje wazig. Dus deze. Je zorgt echt voor een hele scherpe rand. Nou, dat wil ik niet. En deze zorgt ervoor om hem nog onscherper te maken. Maar ik vind het, kijken, zo vind ik het wel oké. En het bovenste, die bepaalt dus hoe donker je en lichter je wilt. Kijk. En dan klik je op oké. En dan heb je dus ook een beetje schaduw erin. Nou, zo kun je dus een foto. Het lijkt alsof je 2 rode ogen hebt, zie je dat? Maar dat komt door het scherm, die rode gloed, en dan schijnt het door mijn ogen heen. Maar dit is dus het idee. Ik zie hier nog, het zijn eigenlijk 2 vogels, maar ja, je ziet het niet echt dat het vogels zijn. En dan pak je deze, dat is de Spot, de Healing Brush Tool. En die maak je wat groter, hè, door hier te bepalen.
En dan ga je erop klikken. En dan zijn ze weg. Nou, dan heb je ongeveer... of dan heb je eigenlijk gewoon geleerd hoe je een foto moet uitknippen. En ja, hoe je hem dus in een pagina moet zetten. Of in een foto moet zetten, een background. Met daar schaduw erin. En dat je ook de kleuren aanpast en de contrast. En dan dat je ervoor zorgt dat het één geheel is. Nou, dan ben ik wel één ding nog vergeten. En dat is misschien wel belangrijk. Je doet alles samenvoegen. Door shift in te houden. Rechter muisknop. En dan match je layers. En dan is het gewoon weer één foto. Wat je zou kunnen doen. Is dat je namelijk hier aan de rechterkant. Heb je dus dit toeltje. En dit is voor blur. En dit is voor sharp. Dus voor scherpte en voor ja, blur onscherp. En als ik langs deze foto ga. Zo. Dan haal ik de scherpte van de zijkanten eraf. Kijk. En als ik hem dus inzoom. Kijk, kan ik iets beter laten zien. Zie je dat? Zie je wat hij doet? Waardoor het lijkt of die foto niet echt uitgeknipt is. Hè, maar dat het één geheel wordt. Want heel veel vaak als je hem namelijk scherp erin zet. Dan zegt iedereen jouw muis geknipt. En dat klopt ook wel. En als je dit doet. Dan... Ja, dan wordt het, de randen worden dan wat onscherper. En met die andere kun je dus iets scherper maken. Hè? Dus je kunt een sharper tool, heb je dan ook nog. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, ik wil de ogen wat scherper hebben. Nou, dan maak ik de ogen wat scherper. Hè? Of de tekst op mijn vest. Nou, dan krijg je eroverheen. En zoom altijd even in met Alt. Hè? Alt en scrollen met de muis. Zodat je het dan duidelijk ziet dat er ook een verandering in komt. Nou, en dan heb je je foto klaar. Hey, succes ermee. Goedjes, ai ai.